Commissaris van de Koning Leen Verbeek, er is een verdacht pakket aangetroffen voor het provinciehuis. Hoe laat hoorde u daarvan vanochtend? Ik werd om 6:30 uit mijn bed gebeld. En wat was de mededeling? Dat er vannacht een actiegroep spandoeken op het provinciehuis gehangen hadden en dat er een verdacht pakketje was gevonden. En dat de omgeving daarom was afgezet. Het station gedeeltelijk, het busstation, kon niet functioneren. En de medewerkers konden dus ook het provinciehuis niet in. Was u verrast of dacht u, ja, hier heb ik al die tijd wel rekening mee gehouden dat dit wel eens zou kunnen gaan gebeuren in dat dossier Oostvaardersplassen, dat verhitte dossier? Wij hebben altijd tegen elkaar gezegd, gezien de heftigheid van het dossier en de heftigheid van de actiegroepen, dat we nog wel wat zouden horen en dat is ook gebeurd. Want er is eerder op social media ook gezegd, naar aanleiding van de besluitvorming van de provincie, ja, we laten het hier niet bij zitten, hè? Nee, en het kwalijke van de situatie is niet zozeer dat mensen het ergens niet mee eens zijn, maar wel dat ze de anonimiteit kiezen en dit soort bedreigingen gaan uiten met weliswaar fake, maar toch neppe bommen, om het zo maar te zeggen. Dat is niet kinderachtig. Dus de politie zal ook serieus onderzoek doen en als we de daders kunnen vinden, zullen ze wel degelijk voor justitie worden gebracht. Ja, want het had de nodige gevolgen natuurlijk en het moest serieus onderzocht worden. Het bleek geen bom, maar weet u al wat er wel in de doos zat? Nee, daar heb ik geen rapportage over gekregen. Dat gaat u nog later van de politie horen, neem ik aan. Is de actie ook opgeëist? Nee, daar heb ik ook geen berichten over gehoord. Dat zou u graag wel zien, hè? Zodat u met deze mensen in gesprek zou kunnen gaan. Ja, al kan het gesprek niet gaan over een ander besluit. We hebben een lang traject gelopen waar mensen ruimschoots hebben kunnen inspreken. Daar hebben we alle varianten van opvattingen ook duidelijk gehoord. En de Provinciale Staten heeft haar besluit genomen. En gedeputeerde staten, daar sta ik ook voor, zal dat besluit ook uitvoeren. Ja. U zegt dus eigenlijk, ook al is er zo'n actie geweest, ook al gaan ze opnieuw actie voeren, we zullen dat besluit over de Oostvaardersplassen niet herzien. Niet op basis van zo'n actie. Nee, dat kan natuurlijk niet. Zodra iemand dit soort bedreigingen uit en dan ook nog anoniem, is volstrekt onacceptabel voor ons als overheid. We hebben een nette democratische procedure gehad. En mensen moeten zich echt neerleggen bij een meerderheidsbesluit in zo'n democratische procedure. Als we dat met elkaar niet meer kunnen accepteren, heeft democratie weinig zin. Ja. Vandaag is er dus een doos bij het provinciehuis neergezet. Verwacht u de komende tijd nog meer? Want het gaat er nu natuurlijk om spannen, hè? Want waarschijnlijk worden binnenkort de eerste herten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Ja, we wachten eerst de rechtszaak van 5 november af. Dat doen we gewoon netjes. De rechter zal zich daar uitspreken en dan bezinnen we ons opnieuw op onze positie. Dus alles zal gewoon netjes zijn loop hebben en daar heeft deze actie geen invloed op. Nee. Deze actie, maar u kunt ook niet anders dan dat zeggen natuurlijk, maar deze actie heeft eigenlijk, behalve een hele ontwrichtende werking op maandagochtend, maar verder heeft het geen enkele consequentie wat u betreft. Dat heeft u juist verwoord. Ja. Is dit nou een dieptepunt in de hele discussie over de Oostvaardersplassen? Ja, we zitten natuurlijk al lang in een grote controverse met heel veel emotie en heel veel pijn. We moeten niet vergeten dat er ook een hele grote groep actievoerders is die gemeend emotioneel betrokken is op het vraagstuk. Die helemaal niet op het pad zit van dit soort bedreigingen, maar zich wel wil uiten. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Daar hebben we ook ruimschoots de tafels voor georganiseerd om die gesprekken aan te gaan. Dus we moeten ook niet alle actievoerders op één hoop vegen in deze. Maar dit is duidelijk een groep die over de schreef gaat. En is het daarmee een dieptepunt in de discussie? In die betekenis wel, maar eigenlijk ook een dieptepunt voor de democratie. Dat wij toch onder onze bevolking mensen hebben die menen dit soort dingen te kunnen doen. Heeft u in het provinciehuis nog overige bedreigingen ontvangen de laatste tijd? Die hier verband mee zouden kunnen houden? Nee, dus heb ik zelf in ieder geval niet gezien. Nee. En de gedeputeerde Hofsta, die over dit dossier gaat ook niet? Nee, afgezien van de gebruikelijke scheldkanonades op de social media hebben we verder niks ontvangen. Nee. U blijft hopen dat het nu rustig blijft. En het hele verhaal zal wellicht via de politie nog een staartje krijgen natuurlijk. Want de daders zullen worden opgespoord. Althans, daar ga ik vanuit. Daar ga ik ook vanuit. Zijn er al sporen aangetroffen? Ik heb nog geen rapportage van het onderzoek gevonden, maar het pakketje zelf is al een spoor uiteraard. De spandoeken zijn een spoor, dus we zullen kijken wat er tevoorschijn komt.